Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Goedenavond, welkom bij FC Rijnmond op zondag 11 februari met Ruben Schaken, Dennis van Eersel en Ruud van Os. Op dit moment is deze uitzending ook live te zien bij ons op Facebook. Als je vragen hebt aan de heren hier aan tafel, stel ze. En dan ga ik ze aan de heren ook voorleggen. Straks aan het einde van de uitzending gaan we dit Feyenoord-shirt weggeven. Dan moet je dan wel een vraag voor beantwoorden, maar dat is allemaal straks. Het Feyenoord-shirt. Het Feyenoord dat een slecht seizoen beleeft, maar een dramatische middag kende vandaag in Arnhem bij Vitesse. Met 9 man verliest het met 3-1 van Vitesse. Ruben, is het de rode kaarten en de blessures die als excuus gelden voor Feyenoord vandaag, of zijn ze op waarde geklopt? De blessures niet, want ik vond dat er wel een goed Feyenoord stond, als je kijkt naar de namen. De rode kaarten hebben natuurlijk wel invloed gehad, waarvan 1 domme rode kaart. Bilal, ja, heel dom. Alleen, ik vond ze ook niet echt sterk spelen, als ik eerlijk ben. Dennis? Nee, ja, Feyenoord was weer heel erg slordig en het is vooral pijnlijk omdat Vitesse nou ook niet echt groots was en je toch met duidelijke cijfers uiteindelijk dan wordt geklopt. En het meest pijnlijke van deze middag is echt dat de regerend landskampioen de afloop moet zeggen: wij richten ons, onze doelstelling is het handhaven van plek 4. Ja, dat hoor ik inderdaad Van Bronckhorst zeggen. En dat gaat dan inderdaad wel een beetje door merg en been. Gelden er, Ruud, excuses voor Feyenoord? Ja, ten opzichte van dit seizoen of ten opzichte van vandaag? Wat bedoel je? Maakt me niet uit. Nou ja, ten opzichte van vorig seizoen kan je wel zeggen dat er gewoon een ander elftal staat. Hè? Sommige mensen zeggen er is weinig veranderd. Nou, als ik Karsdorp, Kongolo, Kuiten, zijn er gewoon genoeg spelers vertrokken. Maar dan nog vind ik, als je 26 miljoen euro investeert, niet de minste zijn gekomen. Sint Justenhaf zijn gewoon goede spelers in de Eredivisie. Ja, dan verwacht ik daar meer van Amrabat. Maar ja, die zie je natuurlijk weinig spelen. Ja, voor 26 miljoen en dan praten over het handhaven van de vierde plek, dat vind ik een groot contrast. Ja, kun je die vergelijking eigenlijk nog wel maken? Karsdorp gaat weg, Congolo gaat weg, Kuit stopt, Elia vertrekt. En inderdaad, de miljoenen die worden geïnvesteerd, is Feyenoord er eigenlijk dus gewoon minder op geworden? Ja, zo zie je dat met geld dat je niet altijd kwaliteit kan kopen. En precies, misschien niet altijd de juiste keuzes gemaakt zijn. Aan de andere kant, je noemt wel namen die echt goed waren, hoor. Die zijn ook voor miljoenen bedragen vertrokken. En wat er teruggekomen is, ja, misschien mag je niet eens van allemaal verwachten dat ze er gelijk staan. Maar goed, de cijfers liegen niet. Als je zoveel investeert, moet je minimaal bij de eerste 2, eerste 3 zijn. Ja, terug naar vanmiddag. Bilal, de rode kaart. Was dat het kantelmoment? Verloor Feyenoord eigenlijk daardoor de wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Als je toch wel wat wou forceren daarna, wordt het met een man minder natuurlijk extra lastig. Dus ik denk dat dat zeker een kantelmoment was. Ja, had jij dat idee ook? Jawel, vond ik Feyenoord ook daarvoor al. Hè. Feyenoord komt op 1-0 voor en dat verbaast me zo. Dat hebben we dit seizoen wel vaker gezien. Feyenoord staat voor en dan verwacht je dat die ploeg zelfvertrouwen geeft. Dat Feyenoord hem dan over de streep kan trekken. Hè. Dat je weet van dit gaan we niet meer weggeven. Ja, het is niet voor het eerst dat Feyenoord een voorsprong te makkelijk weggeeft. Dat ook een beetje over zichzelf afroept. Ja, na die kaarten gaat het vervolgens nog helemaal mis. Maar de 2-1 was gevoelsmatig ook nog altijd eerder in de lucht, ook voor die rode kaarten, dan de 1-2. Moeten we met elkaar nog discussiëren of het een rode kaart was van Bilal Bastacicoglu? Nou, dat zou ik zonde van de tijd vinden. Want dat lijkt me niet. Weet je waar je over moet discussiëren? Over hoe Feyenoord die eerste tegengoal tegenkrijgt. Ja. In zone verdedigen in een hoekschop. Nou, dan wordt die weggewerkt. Dan zie je dat Sint Juste hem overgeeft, zeg maar, Kasia. Maar aan wie, weet niemand. Nee. Ja, en die kan dan vrij inkoppen. Terwijl je weet één ding zeker bij Kasia. Als hij doelpunten maakt, dan is het meestal met zijn hoofd. Nee, ik vind dat, en dat, jij hebt in de top gespeeld, zelfs in het Nederland elftal, zoneverdediging. Waarom niet gewoon man op man? Dat is toch gewoon veel makkelijker, ook voor uitvoerbaar, denk ik. Je moet naar je materiaal kijken. In dit geval zou ik zeggen zone, omdat Kasia is natuurlijk kopsterk. En Sint Juste bijvoorbeeld, als je die 1-op-1 gaat koppelen, dan verliest Sint Juste hem 9 van de 10 keer, denk ik. Alleen in dit geval had hij Kasia in het zicht. Ik heb die goal goed kunnen terugkijken. Corner, bal gaat eruit, Verena loopt weg van de paal. En dan moet hij gewoon duel maken daar. En je hoeft hem niet eens te winnen, maar je moet wel in de buurt zijn. Tegenaan dat hij niet lekker kan koppelen. Ze sprongen niet eens mee, hè? Ze sprongen niet eens mee, en dat vond ik nog het ergste. Kan jij dat dan uitleggen, want dat snap ik niet. Als je man op man speelt, dan verlies je het juist altijd. Dus doe je zone. Waarom is dan de slagingskans groter? Of de uitschakelingskans van Kasia?
Omdat je dan in ieder geval de poppetjes net zo neerzet, dat waar die bal ook komt, daar staat er altijd eentje van Feyenoord. Zo ga je gestaffeld staan en dan moet die bal echt perfect zijn. Dan zeg je gewoon chapeau, mooie vrije trap of mooie corner. Maar in dit geval, ja, als je koppeltjes gaat maken, gaan ze bewegen en ja, dan heb je geen zone. Dan kan hij in de ruimte gaan bewegen, Kasia, en iedereen weet dat hij gewoon kopsterk is. Alleen dit kan je Sint-Justen wel aanrekenen, als ik eerlijk ben. Die moet gewoon daar een mannelijk duel aangaan, waardoor Kasia niet vrij kan koppen. En vooral 1-0 voor. In zo'n uitwedstrijd, een belangrijk moment. Dus ik vind het, Sint-Justen, kan je dat wel aanrekenen. Terug naar die rode kaart van Bilal, die eigenlijk tot dat moment niet eens zo heel erg slecht speelde vandaag in Arnhem. De vraag aan de trainer Giovanni van Bronckhorst is of hij eigenlijk boos is op Bilal. Nou, ik neem hem wel kwalijk dat hij de keuze maakt om deze tackle te maken. En je weet dat je de scheids een kans geeft om geel of zelfs rood te geven. Nou, die mogelijkheid geeft hij de scheids. En ik denk dat dat totaal onnodig was. Ja, ik moet zeggen, hij zat goed in de wedstrijd, denk ik. Hij is goed bezig. Vorige week viel hij, of door de week viel hij goed in. Vandaag was hij belangrijk bij de 1-0. En dan is het niet slim dat je daar met twee benen in gaat. Ik denk dat gewoon iedereen goed naar zichzelf moet kijken en bepalen voor zichzelf wat er misgaat. En dan moet je gewoon als persoonlijkheid aan werken en dan denk ik dat we met z'n allen bij elkaar moeten komen en misschien een keer flink de waarheid vertellen aan elkaar. Hoe zorgelijk vind je toch de situatie? Nou, natuurlijk baart dat mij zorgen. Het zou gek zijn als het niet zo was. En het is natuurlijk een verschil met vorig seizoen, maar uiteindelijk het enige wat we kunnen doen is hard werken. En zorgen dat vertrouwen weer in de ploeg komt. En zeker in de competitie die vierde plek vasthouden. En eventueel kijken naar de derde plek. En natuurlijk alles nog voor te spelen in de beker. En daar moeten we vol voor gaan. Maar hoe frustrerend is het iedere keer als je denkt je aanknopingspunten te hebben? Een goede overwinning en dan een paar dagen later is het weer anders. Ja, dat is al te vaak gebeurd dit seizoen. Waardoor je ook niet het constante in je spel krijgt. En waardoor je ook niet elke week vertrouwen kan kweken. En daardoor steeds sterker wordt. Het is te veel pieken en te veel dalen dit seizoen. Ja, en de reacties die nu bij ons live op Facebook ook te lezen zijn, die gaan eigenlijk alleen maar over de man die we zojuist in beeld zagen. Giovanni van Bronckhorst. Edwin zegt bijvoorbeeld, exit Gio. Gaat de druk nu echt serieus toenemen op de trainer van Feyenoord? Ik denk het wel. Dat weet hij ook. Dat beseft hij ook. Hij heeft in de top gewerkt. Hij werkt in de top. Dus dat is hier niet anders bij Feyenoord. Alleen goed, hij moet het ombuigen. Ja, maar krijgt hij dat nog voor elkaar? En hoe moet hij dat dan doen? Ja, dat is aan hem. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan nu, als ik eerlijk ben. Maar goed, het is een moeilijke klus. Maar ook van Bronckhorst en zijn technische staf. Ik hoop dat ze hiermee weten om te gaan en de groep weer kunnen ombuigen. En ik denk dat je ook Van Persie daarin heel hard nodig gaat hebben. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik me best wel irriteer aan het feit dat hij maar 10 minuutjes of een kwartiertje mag opdraven. Die man is geniaal. Dus gebruik hem. Hebben we donderdag gezien, hè? Hoe geniaal die is. Absoluut. Maar waarom irriteer? Want er zijn overduidelijk afspraken. Hij is blijkbaar gewoon nog niet fit genoeg om langer te spelen. Nou, ik denk dat jij en ik, we hebben hem allebei gezien de afgelopen weken. Denk jij dat jaren. Ik wou net zeggen, maar vooral nu hij bij Feyenoord is, daar wordt hij op beoordeeld. Ik vind hem fit ogen, ik vind hem gretig ogen. En ook die goal die hij maakt, dat is gewoon geen gelukje. Dat is gewoon, er zit zoveel kwaliteit in. En je zit in een moeilijke fase. Waarom zou je hem niet toch de kar laten trekken? Ten koste van wie? Dat is een goeie. Als ik toch iemand moet noemen, niks ten nadele van Jens Toornstra, maar die doet het goed en die komt wel weer bovendrijven. Maar die is nu ook onzichtbaar en eventjes niet in goede doen. Dat geldt er voor meer, hè? Dat geldt voor Toornstra, dat geldt voor Jurgensen, dat geldt voor Vilena. Niet de vorm van vorig jaar, al helemaal ook niet van de afloop van de eerste seizoenshelft. Klopt, maar als ik dan kijk naar het team, dan zal ik Jurgensen er altijd in houden, omdat hij een aanspeelpunt is. Heel Van Persie dan toch in stelling brengen, dus als die daaronder kan spelen met dan twee harde werkers, Karim en Vilena, die kunnen dat belopen voor hem. Als hij dat even niet kan, heb je wat meer creativiteit en ik denk dat je dan toch wel meer wedstrijden naar je toe gaat trekken. Van Bronckhorst ziet Van Persie echt Van Persie echt als extra spits, hè? Zo legde hij het vrijdag ook uit. Dus als hij dan Toornstra wisselt voor Van Persie, dan speelt hij in zijn ogen met een 4-2-4 systeem. En dat vindt hij van Kitavaan of als de stand nog te kwetsbaar is. Ja, dan vindt hij dat nog te kwetsbaar. Dat is een van de gedachten. Is er iets te verzinnen, de zwakste positie bij Feyenoord voorin, vind ik nu, linksvoor. Boetjes breekt het niet, Larsson, die bracht het ook niet, maar die is geblesseerd. Nou, Bilal spreekt voor zich.
om daarin iets te verzinnen. Zou je met Toornstra eventueel linksbuiten kunnen spelen, zodat je voor het elftal en dat je Van Persie dan toch op die tien, dat van Bronckhorst van dat dogma afstapt dat Van Persie alleen in de spits kan spelen. Mag ik wat zeggen daarop voorbedurend? Berghuis linksbuiten en Toornstra rechtsbuiten. Ja, maar goed dit seizoen als rechtsbuiten. Ja, dus maar misschien ook wel goed op linksbuiten en Toornstra kan rechtsuit de voeten. Dat na zijn komst ook overgesproken, die voelt zich aan de linkerkant. Tuurlijk, als hij er wordt opgesteld, gaat hij daar spelen. Hij is links. Alleen hij voelt zich aan die linkerkant echt niet zo happy als aan die rechterkant. Heeft hij zich ook wel eens over uitgelaten. Mag ik nog één ding zeggen over Van Bronckhorst? Nee, mag ik niet. Oh, ja. Want die zegt net, er zijn te veel pieken en te veel dalen. Ja, die pieken zie ik niet hoor. Ik vind dat er te veel dalen zijn. Ik vind dat er juist te weinig pieken zijn. En jij vroeg van, gaat de druk komen? Ik denk niet van binnenuit. Ik denk dat het van binnenuit stabiel en rustig blijft. Ik denk dat het van buitenuit, de media en de supporters, daar gaat de druk nu opgevoerd worden. Ja, dat is interessant, want bij supporters is die er al lang. Die ja, druk. Nee, maar de vraag is hoe bestand deze directie is tegen de druk van buitenaf. Dat moet nu blijken. Maar dat de kritiek op Van Bronckhorst is, ja, daar ontkom je niet aan. Ik weet dat jij naar zijn cijfers kijkt en naar zijn prijzen. Ja. En dat wil ik best een gedeelte in meegaan. Maar het is wel heel arm en tierig Feyenoord nu. Ja. Als het niet tegen een grote ploeg speelt, is het heel arm en tierig. Ja, nee, maar daar kun je niet omheen, toch? Ja. Ook die cijfers, ja. die liegen niet. En, maar spreek je verwachting dan eens uit als je zegt van ja, die druk gaat van buitenaf inderdaad toenemen. Bij supporters is die er al. In de media, wij gaan dat nu ook wel voelen. Gaat de club, gaat de leiding daartegen bestand zijn? Ja, dat hangt af van Martin van Geel, dat hangt af van Jan de Jong. Kijken hoe rustig, met de vrienden van Feyenoord. Dat is een complex van factoren. Hoe blijven zij rustig intern? Was dit Sparta geweest, dan was de pleuris al uitgebroken. Ja, bij Feyenoord is dat anders. En daar kan je misschien ook wel soms blij mee zijn, dat er niet zo snel paniek is. Maar soms moet je wel eens iets doen om iets te doorbreken. Ja, ik weet het niet. Wat is wijsheid? Ik ben blij dat ik geen beslissing daarover hoef te nemen. Maar dat het niet goed gaat en dat er wat moet gebeuren, lijkt me duidelijk. Ja, Michael zegt nu bij ons op Facebook. Heeft Fraser zich vandaag kandidaat gesteld om het over te nemen? En Marcia zegt tegen jou, Dennis, ja, de beker winnen, dat is helemaal geen. Dat maakt het seizoen helemaal niet goed. Nee, maar dat beweer ik ook niet. Je moet echt grondig evalueren, zelfs als je die beker wint. Dat moet trouwens nog wel gebeuren. Hè. Dan wordt er sommigen al gedaan alsof die beker al in de kast staat bij Feyenoord. Dat baart me ook een beetje zorgen. Ook tegen Willem II. Feyenoord kan alleen nog maar wat verliezen in die wedstrijd. En de finale die erop volgt, heb je ook niet zo 1, 2, 3 even gewonnen. Ja. Je moet gewoon echt heel grondig evalueren van, hey, waar is dit fout gegaan? En misschien kan dan de conclusie zijn van, nou ja, misschien is het uitgewerkt tussen deze spelersgroep en de trainer. Misschien juist niet. Dat vind ik altijd het belangrijkste. Hoe werkt een spelersgroep nog samen met die trainer? Hoe is dat gevoel nog? Kijk naar PSV nu. Vorig jaar heel veel druk op Cocu. Ze zijn rustig gebleven. Nu gaat hij misschien wel weer kampioen worden. Dus het ligt soms. En die periode is er bij Feyenoord natuurlijk ook geweest. Hè, met die 7 nederlagen die er toen op rij waren. Het grappige is dat je moet kijken naar de chemie tussen spelers en trainers. Dat is grappig. Als ze dat bij Sparta hadden gedaan, was Pastoor ook nog trainer geweest. Ja. Ja, maar dat is een heel ander onderwerp. Ruben, Bilal zal worden geschorst. Larsson zal er een tijdje uit liggen met een hamstringblessure. Is Bilal Bastacicoglu, Jean-Paul Boetius wel echt nu voorbij gestreefd? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, want ik ben er niet bij op de trainingen. Daar wordt het beoordeeld. Daar word je beoordeeld natuurlijk. En Gio en zijn technische staf, die zien dat. Die weten wie zich prettig voelt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Bilal niet eens slecht vond spelen vandaag. Hij was betrokken bij de 1-0. Goede assist. En dan vind ik het ook jammer dat hij zo'n actie doet. Omdat ja, je krijgt toch het vertrouwen boven Boetius. En als je dan Gio op deze manier terugbetaalt, is bewust of onbewust, is gewoon doodzonde. Ja, maar vind je ook dat Boetius het gewoon minder heeft gedaan de laatste maanden? Ja, daar kunnen we niet omheen. Hij heeft geen goede fase laten zien natuurlijk. En daar word je op veroordeeld. Dus het is nu denk ik dat hij weer de kans gaat krijgen. Alleen goed, ik weet als voetballer dat het niet altijd even prettig is om op deze manier de kans te krijgen. Als je bij wijze van een geschorste en een geblesseerde speler als concurrent hebt. Maar aan de andere kant, je krijgt toch weer het podium en hij moet het laten zien als hij die kans krijgt. Toch, hè? Bedoel, daar kunnen we natuurlijk ook gewoon niet omheen. Het is ook wel gewoon heel veel pech met Larsson donderdag, vandaag Sint-Juste die eruit valt. Haps die eruit valt met iets aan zijn oog. Ja, het zit ook werkelijk aan alle kanten niet mee. Ja, maar op een gegeven moment is nu zo'n brug geslagen. Ja, PSV heeft geluk en ja, Feyenoord heeft dit seizoen pech gehad. Is allemaal waar. En in de werkelijkheid had dat gat misschien iets minder groot moeten zijn. Maar je komt nu ook op het punt in het seizoen. Dan kun je niet meer alleen maar naar zaken als pech en geluk wijzen. Dan 22 punten. Ja, 22 punten. Ik zei het net. Feyenoord is net zo ver verwijderd van PSV als vanaf nummer 17 Roda. Ja. Ongelooflijk toch? 22 punten. En dat voor een titelverdediger. Een half seizoen bijna. Maar ook 15 op Ajax dan al. Ja, en 8 op AZ. Ja. Is er nou nog één is naar PSV dat de toren nog bovenuit steekt. Maar het gat wordt
Alleen maar elke keer dat er gezegd wordt, we willen nog omhoog blijven kijken, we willen stijgen op die ranglijst. En elke keer dat is uitgesproken, wordt dat gat alleen maar groter, ook met AZ. Ja. Als we dan toch op zoek moeten gaan naar lichtpuntjes en plusjes. De lampen stonden aan in Gelredome. Dat was het lichtpuntje. Dat zijn de enige lichtpuntjes. Nou, mag ik er dan nog één voetballer aan toevoegen? Brad Jones. Niet slecht vandaag. Brad Jones heeft een paar goede reddingen gehad. Hij hield Feyenoord op de been in die fase. Maar ja, als je uiteindelijk met 3-1 eraf gaat, dan koop je daar weinig van. Ja. Had hij niet moeten komen bij die gelijkmaker? Ondanks dat inderdaad daar verdedigers horen te staan. Bal in de 5 meter. We vragen het de ex-voetballer. Ik denk dat het had gekund. Die bal was best lang onderweg. Maar goed, hij kan het beter beoordelen. Hij kiest er niet voor. Dat wil niet gelijk zeggen dat je dan je man moet laten lopen. Dus als de keeper ervoor kiest om niet uit te komen, dan moet je gewoon je duel maken. Tuurlijk. Maar ik vind altijd dat hij zo ver bij de eerste paal staat, Jones. Dat als de voorzet komt, dat het achter hem zo open ligt. Ik bedoel, wat kan er bij die eerste paal gebeuren? Het gaat 2 meter naar achteren en je kan achter je ook nog wat betekenen, denk ik dan. Ja. Als je dan kijkt naar de uitwedstrijden trouwens van Feyenoord, nu in 2018. Ajax, Utrecht, VVV, vandaag Vitesse. Allemaal niet gewonnen. Wat zegt jou dat? Ja, dat de Kuip toch wel magisch is. Hè? Daar pak je meestal altijd wel de punten. En dat is altijd zo geweest. Hoor. Alleen het is nu extreem in uitwedstrijden dat het niet lukt. En dat is niet prettig. Nee, goed. Nu een thuiswedstrijd zondagmiddag tegen Heracles. De herhaling van de kampioenswedstrijd. Ja. Misschien zit daar nog wat energie lijkt, in. En die lijkt nu zo ver weg. Hè? Goed, we sluiten Feyenoord voor nu even af. Maar straks dus aan het einde van deze uitzending gaan we het Feyenoord shirt weggeven. Een heel tenue. Sokken, broek. Ja, die probeer jij nu achterover te drukken. Ja. Nee, het hele tenue. Nou, laat ik het zo zeggen. Als het een zwarte broek is en zwarte kousen zijn, dan wil ik hem graag winnen. Ja. Maar waarom speelt Feyenoord toch in een witte broek met witte kousen met dit shirt? Ik vind het geen poren. Ja, het is verkrachting van je eigen tenue. Ja. Speel dan gewoon in je uitshirt. Het is een prachtig uitshirt. Volgende week Fred van Leer hier. Dan nee, maar nou, Ruben, jij zit in de kleding. Wat vind je van mijn stelling die ik zojuist nog even hier neerleg? Ja, ik ben het met je eens. Ik ben natuurlijk van zwarte broek, zwarte kousen. Dat is gewoon Feyenoord. En nu kill je toch een klein beetje je identiteit. Nogmaals, ik weet niet wat de regels zijn en wat er afgesproken is. Ja, Vitesse speelt een zwarte broek en zwarte kousen, dus dan mag het niet. Nee, die hebben witte broeken, maar die hebben zwart shirt. Die hebben zwart shirt. Ja, speelde vandaag een zwarte broek, Vitesse. Ja, ik denk dat dat de reden was. Want dat mag niet, hè, volgens de reglementen. Dus dan kunnen we wel wat willen, maar het mag niet. En mijn vader houdt bij dat als Feyenoord in witte broeken witte kousen speelt, dan gaat het nooit goed. En hij heeft vandaag helaas weer gelijk gekregen. Sparta, dat lukte niet wat Excelsior midweeks ook niet lukte. Namelijk stunten tegen de koploper PSV. En Ruud, dat had best gekund. Ja. Weet je wat het is? Nee, kijk. Je zegt drie keer ja, maar je bedoelt nee. Toch? Nee. Sparta... De spelers van Sparta die de aanvallers moeten bedienen, zijn niet goed genoeg om die aanvallers goed te bedienen. De eindpaas is gewoon niet goed. Dat is kwaliteit. En als die eindpaas een keer wel goed is, dan zijn de aanvallers van Sparta niet goed genoeg om die bal in één keer mee te nemen, in één keer goed aan te nemen of in één keer af te ronden. Oftewel, het is gewoon een kwaliteitverhaal. Mm. Sparta heeft gewoon niet van zulke goede voetballers. En dan win je niet van de koploper en van PSV verliezen. Kan gebeuren. Dat neemt niemand je kwalijk. Alleen het is nu een optelsom. 6 keer advocaat, 1 overwinning. En dat wordt pijnlijk. En ik ben bijna aan het overtuigd van raken dat Sparta het niet gaat halen. Nee? Nee. Poeh. Een 0,5 puntje gemiddeld per wedstrijd onder leiding van Dick Advocaat. Ze hebben nu ongeveer, om het te redden, 1,75 à 2 punten per wedstrijd nodig. Maar je hebt het dus over kwaliteit. Is het dan ook kwaliteit dat je, als je wel fel begint tegen PSV, want dat deed Sparta gisteravond, daar kwam ook die vroege goal van Dougal uit, dat je dat dus niet kan volhouden? Ja, maar is dat ook kwaliteit? Fel genoeg beginnen is niet voldoende. Want als dat het geheim zou zijn, dan kunnen wij het ook. Want wij kunnen ook fel beginnen. Je moet ook een beetje kunnen ballen. En daar schort het aan bij Sparta. Je zit instemmend te knikken, Ruben. Ja, ik ben met hem eens. Ik heb die wedstrijd ook gezien. En ik had nooit het gevoel dat Sparta die wedstrijd zou winnen, als ik heel eerlijk ben. Ook niet in het begin? Nee, die 1-0 was te vroeg. Ik heb liever later, dan hadden ze punten verloren. Nee, maar wat hij net aangaf, de aanvallers die hebben gewoon die schorten in kwaliteit. Of de eindpaad was niet goed. Die jongen die van AZ, ik weet even zijn naam. Je hebt niet Dos Santos? Fred Friday speelde een hele ongelukkige wedstrijd. Ja. In potentie een goede aanvaller. Af en toe zag je ook de snelheid. Hè? Alleen ja, als je geen kwaliteit hebt en die bal niet lekker meeneemt of de bal niet goed klaarlegt... Ja. Wordt het lastig, dus ik was nooit bang dat Sparta zou winnen. Weet je wat ik een mooi voorbeeld vond? Op een gegeven moment komt er een hoge bal de 16 in en die moet Sanusi met een dropkick nemen. Ja, een goede, even allerhoogst niveau, Lionel Messi, die ramt hem zo de touw in. Maar als je die kwaliteit niet hebt en je hangt achterover, die bal ging gewoon het stadion uit. Nou, dat bedoel ik. Een goede aanvaller ramt die bal gewoon dwars door het net heen.
Ja, en dat heeft Sparta niet. En dus inderdaad was één overwinning onder trainer Dick Advocaat gisteren tegen de koploper weer met lege handen. Met lege handen. We moeten toch ook aan gaan denken hoe het komt dat we de kansen niet benutten. En, heeft u daar een verklaring voor? Nou ja, zeker. Want ik vind dat we te veel spelers hebben die naar de bal toespelen voorin. U wordt het volgende week sowieso, het zijn allemaal belangrijke wedstrijden, maar volgende week die tegen Twente is misschien wel net iets extra belangrijker nog. Ja, ze zijn allemaal belangrijk, want na Twente, wat natuurlijk verschrikkelijk belangrijk is, komt AZ uit. Dus. Nou, en dan krijg je er 10, 9 waarin je punten moet halen, want anders wordt het heel moeilijk. Ze blijven wel vertrouwen uitspreken en uitstralen bij Sparta. Toch merk ik niet echt de paniek zoals Ruud die net wel even uitspreekt. Van ja, het kan gewoon echt misgaan. Ja, misschien hebben ze ook wel het besef dat ze niet voldoende kwaliteit hebben. Ik denk dat ook de trainer wel merkt van hey, dit wordt nog wel lastig. Want ja, je kan wel blijven trainen. Maar als je niet de kwaliteit hebt, vooral voorin, om goals te maken, dan wordt het gewoon lastig. En ze mogen alleen hopen, denk ik. Ja, maar dat Twente, zou toch... Het is volgende week Twente-Sparta. Ja. En zondag. Als Sparta daar wint, dan ga je weer over Twente heen op de rij. Ik heb Twente de laatste weken gezien. Die lopen ook niet over van vertrouwen. Waarom kan Sparta daar niet volgende week winnen? Waarom niet? Nee, dat zou... Dat heeft ook met kwaliteit te maken. Dat is een ploeg, daar speelt Asaidi, daar speelt Maher. Ja. Daar, dat is denk ik een betere ploeg. Dus denk ik dat maar ook een paar verdedigers, dus die de goals weggeven. Maar als ik de beweging moet maken tussen Twente thuis en Sparta uit tegen elkaar, dan zou ik mijn geld op Twente zetten, hoe pijnlijk ik dat ook vind. Maar Twente uit, dan is het AZ uit. Dan krijgen ze ADO thuis, draait ook goed. Nou, dan is het weer zo'n do-or-die wedstrijd, Roda uit. En dan komen Ajax en PEC. Ja, ik krijg er gewoon hoofdpijn van. Echt. Ja, en tegelijkertijd denk je dan, dit gaat Dick Advocaat hem niet laten gebeuren. Bij misschien wel zijn laatste klus in het betalen voetbal. De ene laatste klus is niet gelukt, kwalificeren met Nederland voor het WK. Nu misschien degraderen met Sparta. Dat gaat Dick Advocaat gewoon niet accepteren. Nee, hij zal er alles aan doen. Hij heeft natuurlijk ook zijn naam hoog te houden. Dat bedoel ik. Hij is een klus aangegaan. Maar nogmaals, als je geen kwaliteit hebt, dan kan ook... Advocaat kan ze er niet maar zelf geen kwaliteit, Ruben. Ze hebben Ahanach gehaald, ze hebben Dos Santos gehaald. Friday net al besproken. Hoed gehaald, een goede keeper. Nelom hebben ze natuurlijk gehaald. Daar ben jij fan van, weet ik. Die doet het goed trouwens. Ja. Doet het heel goed, die speelde goed. Absoluut. Maar dat is toch... Mag ik er dan eentje aan toevoegen die ze nog niet hebben gehaald? Maar die volgens mij gewoon werkloos thuis zit. Michiel Kramer. Ja. Als hij dan toch die wil zelf niet, hè? Nee, maar die heeft even niks te willen. Die moet gewoon Sparta in de Eredivisie houden. Sparta heeft doelpunten nodig. En hij, die mafkees, want dat is dat op een positieve manier, kan doelpunten maken. Ja, maar ik denk dat Kramer hoopt gewoon op een aantrekkelijk land en financieel leuke aanbieding. In juli. En nu nog een paar maanden op het kasteel. Ja. Zullen we een oproep doen? Ik vind dat Sparta daar werk van moet gaan maken. Misschien zijn ze er al mee bezig. Als ze zeggen zelf, we maken geen goals, we maken ze te moeilijk. En thuis, waar woont hij? Hij woont bij Barendrecht, Schietshoek. Daar zit er eentje, werkloos kroketten te eten. Ja. Kom op, zeg. Je hebt nog een jaartje met hem gespeeld bij ADO. Ja, een paar maandjes. Maar wat hij zegt is gewoon een goede spits, helemaal van Sparta. Ideaal om, als je geen goals maakt, om zo iemand erbij te hebben. Maar nogmaals, ik ken Kramer een beetje. Na Feyenoord is Sparta toch wel een degradatie, met alle respect. Dus ik denk dat hij gewoon hoopt op een buitenlands avontuur. Dat denk ik ook. Tuurlijk. Dus, vandaar dat hij daar niet op is ingegaan. Dat is er nog niet, dat buitenlands avontuur. Nee. Dus we doen bij deze dan toch met z'n vieren één keer de oproep. Michiel, als je zit te kijken, alsjeblieft, help Sparta. PSV, trouwens, won voor de 10e keer dit seizoen met 1 doelpunt verschil. Worden zij dan echt op zo'n armtierige manier kampioen? Ik ben bang van wel. Ik ben bang van wel. Ja, PSV is eigenlijk het omgekeerde van Sparta als je kijkt naar de voorhoede. Ze hebben gewoon zoveel kwaliteit. Die jongens hoeven niet eens goed in de wedstrijd te zitten. Maar individuele kwaliteiten beslissen zo'n wedstrijd. Als je kijkt naar Bergwijn, 2 fantastische goals. Ja, en dat eigenlijk vanuit het niets. En natuurlijk een spits die ballen ook bewust, hoor. Want het was echt een bewustje dat hij hem zo klaar legt, de jong. Dus dat is het verschil, denk ik. Ja. Niet leuk om naar te kijken, hè, PSV? Dat niet. Nee, maar goed. Ja, als het alternatief kampioen wordt, vinden we het hier in de regio ook niet leuk om naar te kijken. Dus... Nee, dat is waar. Waar het over het algemeen wel leuk is om naar te kijken, dat is Excelsior. Dat pakte vandaag een punt tegen NAC Breda. Wedstrijden van Excelsior zijn trouwens sowieso vaker leuk. Maar Excelsior had gewoon 3 punten moeten hebben. Wat een rare beslissing om die goal af te keuren van Duinen. Ja, ik heb hem niet gezien, dus kijkt me aan. Nee, wie ik heb het wel gelezen. Ik heb het wel gelezen. Ja, de voorzet van Elbers, hoog van rechts. Ja. En die zou dan de achterlijn overgegaan zijn voordat... Scheidsrechter Steegstrijd, die volgens mij die vlagde voor een achterbal. Maar die bal is nooit over de achterlijn geweest. En het is Van Duinen die hem goed inkopt.
En dan is het 1-0. Ja, dan is maar de vraag of je dat houdt. Maar uiteindelijk hadden ze dus voorgestaan. Ja, gaat even niet door. Nee. Ja, weet je, het is super vervelend. Ben ik heel met je eens. Maar dat gebeurt iedere club een x-aantal keer per seizoen. Dus we moeten er geen halszaak van maken. Nee, maar Makkely mag die fout dan best wel toegeven. Afloop. Nee, het is geen fout van Makkely. Het is fout van de assistent. Ja, maar daar is hij verantwoordelijk voor, toch? Je kan toch na afloop dan als arbitrage zeggen... ja, sorry, dat hebben we verkeerd gezien. Maar hij ontkent het. Ja. Ja. Nou, Van Duinen maar eens beluisteren dan. Die is natuurlijk wit-heet. Ja, volgens mij een voorzet. En ja, geweldige bal. En die knik ik binnen. En op dat moment opeens staat die Pipo staat te vlaggen. Wat denk je daarbij zelf? Ja, op dat moment... denk je natuurlijk van, nou, volgens mij was het niet zo, maar dan heb je nog niet de beelden gezien en ja, dat heb ik nu wel. En dan, ja. En dan extra de scheid erin ook? Ja, tuurlijk. Het is gewoon zuur, want je komt op 1-0 voor en dan geven wij denk die wedstrijd niet meer weg, pakken we 3 punten. Voor mij een doelpunt, dat is natuurlijk ook lekker. En voor Stanley een assist, wat een geweldige bal. Dus al met al heel sneu. Ja, ze staan 12e Excelsior. Dat is natuurlijk op zichzelf gewoon een prima plaats. En Excelsior oogt ook wel stabiel natuurlijk gewoon dit seizoen. Spelen heel leuk voetbal, denk ik. Ook met goede vleugels, goede aanvallers. Mooi spel. En ja, ik snap het. Het is zonde als je vandaag toch 2 punten extra had kunnen hebben. Vanwege zo'n fout. Aan de andere kant... wat jij al aangaf, daar mag je niet van afhankelijk zijn natuurlijk. 1 bal die je binnenkopt, oké, wordt afgekeurd. Maar volgens mij had je nog meer minuten om nog meer goals te maken. Dat laten ze na, dus ja, gewoon zonde. Ja, hoe komt het, Dennis, denk jij, dat wij ons dit seizoen gewoon helemaal geen zorgen maken om Excelsior? Ook niet na vandaag. Komt allemaal wel goed in Kralingen. Ik hoor jou al zeggen, dit seizoen. Maar eigenlijk is Excelsior al jarenlang stabiel. Hè? Kunnen we nogmaals een hele grote pluim voor uitreiken. Want ja, met een van de laagste begrotingen. Volgens mij alleen VVV nog een mindere dit jaar. Maar 1 van de laagste begrotingen. En dat dan zo doen, zo stabiel doen. Ja, het begint allemaal met Van der Graag in mijn ogen nu. Hè? Die, niet met De Haan en Gudde? Ja, daar begint het uiteraard mee, want die hebben hem ook aangesteld. Maar het is wel, hij heeft hij laat zijn ploeg ook op een andere manier spelen dan de meeste teams dat in Nederland doen. Een duidelijke visie daaraan vasthouden, ook wanneer het even tegengaat, wanneer iedereen al de Polonaise loopt. Is hij de eerste om te zeggen, we blijven naar onderen kijken. Nuchtere, realistische trainer. Ik hoop dat Excelsior hem kan behouden voor Excelsior. Maar ik twijfel eraan. Ja, want er komen of die te behouden valt. Maar misschien nog wel plekjes vrij zo her en der in de Eredivisie. Nou ja, ik zie wel versnurkers er soms aan de slag gaan bij de clubs in Nederland. Wie bedoel je nu, Ruud? Nee, nog geen namen. Maar dat, waarom niet? En ik zie je Michel van der Graag. Denk, nou, dan zou ik Van der Graag pakken. Wie vind jij snurkers dan? Nou, ik vind niet alle trainers geweldig. Ja, kom op, namen. Nee, dat maakt dan niet uit. Ja, maar Bart, het merendeel is er ook inwisselbaar voor elkaar. De meeste trainers in Nederland zijn zo goed als hun spelersmateriaal. Hoeveel zie je er nu die echt hun stempel drukken op een elftal? Ik vind het opmerkelijk dat bijvoorbeeld FC Utrecht na Ten Hag voor de Jong kiest. En ook met Van der Graag, die wilde geloof ik niet. Maar ja, denk ik toch van der Graag gaan. Zomaar een naam. Ja. Ooit Feyenoord ook? Of is dat alweer te hoog gegrepen? Mitchell van der Graag. Ja. Nee, tussenstapje eerst. Ja, ja. Eerste clubje van niveau Vitesse Heerenveen bewijzen. En als hij dat ook kan, dan ben je klaar voor een topclub. Niet van Excelsior naar Feyenoord, Excelsior naar Ajax, Excelsior P. Dat is een te grote stap. Vitesse naar Feyenoord, kan dat wel? Ik bedoel op Henk Vrezer. Ja, nou ja, ja ik lees hoor. Ik lees nu gewoon. Ja, ik kom er toch weer op terug, maar ik lees nu gewoon de Facebookpagina bij ons. En die roep is groot. Nee, maar het is ook geen onlogische naam. Het is iemand die draagvlak bij Feyenoord zou hebben gezien zijn verleden. Speelt ook regelmatig wel het voetbal wat je bij Feyenoord kan verwachten. Iemand die toe is, denk ik, ook wel aan zijn volgende stap. Alleen, ja, er is op dit moment geen vakante trainerspositie. Het contact van Bronckhorst loopt ook nog door. Precies. Na dit seizoen. Ja. Dus, maar dat Vrezer op termijn een keer hoofdcoach in de Kuip wordt, dat je hebt hem als trainer meegemaakt natuurlijk in je laatste profjaren bij ADO. Ja, ik heb een hoge pet van hem. Goede trainer. Een echte Feyenoordman. We hebben heel vaak over Feyenoord gesproken ook. Ik weet ook in de kleedkamer bij ADO? In de kleedkamer bij ADO. Ik weet ook dat hij ooit trainer van Feyenoord wil worden natuurlijk. Maar goed, we moeten niet vandaag gelijk roepen. Dat wil ik ook voor waken. Van Bronckhorst, nee, dat vind ik iets te ver gaan. En dan doe je ook van Bronckhorst tekort. Nee, ik haal wel aan. Tegelijkertijd denk ik, het is eigenlijk best wel ongepast. Je bent trouwens, ik zeg einde profcarrière, maar je voetbalde wel. Ja, klopt. In de derde divisie. Lukt dat nog een beetje? Ja, nog wel. 3 wedstrijden gespeeld, 2 doelpunten.
Ja, als spits, hè. Nooit bij spits HBS gespeeld. Voor de duidelijkheid. Bij HBS. In de spits, hè? In de spits, ja. Nee, het bevalt goed. Het is lekker op zondagmiddag lekker voetballen met die gasten. Ja, maar ik kan me wel voorstellen als dan Ruben Schaken in zo'n competitie binnenstapt, dat iedereen naar je kijkt. En als je een keer niet gescoord hebt, dat iedereen dan denkt, hey, hallo, hoe zal het vandaag? Ja, dat gaat heel snel. Ja, eerste wedstrijd, is dat zo? Twee doelpunten, ja, absoluut. Ja. Ik hoorde laatst eentje roepen wisselen. Ik denk, wat maak je me nou? Dus, maar goed, dat hoort erbij. Nee, ik wist van tevoren dat me te wachten stond. En ik heb gewoon weer plezier. Ik wilde gewoon weer voetballen. En leuk als je goals maakt. Daar ben ik ervoor voor gehaald. Maar goed, het plezier staat voorop. En je hebt ook nog ambities op tv-analistenwerk in het voetbal? Want ja, dit, klopt. Gaat je goed af. Dus. Nee, dit vind ik leuk. Dan ben ik blij dat jullie me weer hebben uitgenodigd. Dus ja, dit soort dingen vind ik gewoon leuk. Ja, mooi. Zullen we het shirt gaan weggeven? Tenue. Ja, maar het komt omdat het shirt er alleen ligt. Het Feyenoord tenue dus, met zwarte broek, zwarte kousen. Te winnen, daarvoor moet u eventjes naar de Facebookpagina van RTV Rijnmond Sport gaan. Daar staat een vraag vermeld over het verleden van Feyenoord. Namelijk, hoe heette de club toen die werd opgericht in 1908? Ik heb het zelf even moeten opzoeken, maar toen was er... Oh ja, nou ja, goed, dat zou je dan ook kunnen doen. En dan maakt u kans op dit tenue, toch? Yes. Zijn we door alle mededelingen heen? Niet voordat ik verteld heb dat er natuurlijk heel veel sport is de komende week hier bij RTV Rijnmond. Op de radio, op tv, online via Rijnmond.nl. Namelijk het ABN AMRO World Tennis Tournament, de 45e editie. Natuurlijk allemaal live te volgen. Er wordt vanaf beneden iets tegen mij gezegd wat ik totaal niet heb verstaan. Dus zeg het gewoon nog. Oh, Ruben, de vraag is of jij naar het tennis gaat. We willen je bij deze voor vrijdag uitnodigen. Oh, dat is toevallig, want ik heb al twee kaarten voor vrijdag. Nou, dat hoeft het niet. Ja. Dankjewel iedereen. Maar je gaat naar Federer kijken dus, vrijdagavond. Absoluut, ik heb een mooie dag uitgekozen. Als hij vrijdagavond wint, dan is hij de nummer 1 van de wereld. Ja, nou, dat gaat wel lukken. Denk het ook wel, hè? Komt goed. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Dennis van Eersel, jij ook. Ruud van Os, jij ook bedankt. Volgende week natuurlijk weer. En ja, los van al dat tennis hier bij RTV Rijnmond, is er vrijdag ook gewoon een FC Rijnmond-uitzending vanuit Ahoy. Maar dan gaat het ook over het voetbal met Etienne. Dus dat is ook de moeite van het bekijken waard. Het voetbal van Feyenoord, Sparta en Excelsior het komend weekend natuurlijk ook allemaal weer te beluisteren op de radio. En we haalden Federer al even aan. Hij kan tennissen als allerbeste, maar kan ook voetballen. Goedenavond. Olha lá, olha, pedalando o Federer. Aí, olha só. Tentando mostrar uma certa categoria com os pés. Olha o Haas. Vamos ver o Haas. A Alemanha conhece. Ah, a Alemanha, a grande Alemanha. Alemanha e canhoteira. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.